Ja, we zijn nu op het terrein van het voormalig duurzaamheidscentrum. En ik heb deze tuin dan aangelegd als voorbeeld hoe je je tuin natuurrijker kan maken. Wat beter is voor de diversiteit. Wat weer beter is voor alle insecten en andere dieren. En uiteindelijk natuurlijk voor onszelf ook. Toen ik hier begon, toen was het eigenlijk een soort weiland met twee boompjes. En de rest was eigenlijk vooral brandnetel en haagwinden en gras. Dus dat hebben we echt helemaal moeten aanpakken. Nou, hier zijn we aangekomen bij de vijver. De vijver vind ik eigenlijk het belangrijkste van de hele tuin. Zonder water is natuurlijk geen leven. En de vijver die zorgt voor meer diversiteit. Omdat er natuurlijk heel veel insecten water nodig hebben. Heel veel planten, heel veel vogels en andere beesten. Eigenlijk is dit de trekpleister voor alle fauna. Je kan zo de tuin aanleggen dat je de natuur een handje helpt. Het is eigenlijk belangrijk dat de planten het goed doen in de tuin. Dan de dieren en dan de mens. Ik sta hier bij het vegetatiedak. Op het dak staan wat plantjes. Dus niet alleen maar vetplanten zoals je meestal ziet, maar echt inheemse planten. Als je hier zo gaat zitten, dan kijk je heel mooi zo over de waterspiegel van de vijver. Ik heb de extra een beetje dieper gemaakt, een soort zitkuil idee. Als je dan hier zit en als het ook rustig is, dan komen de vogels gewoon badderen in de vijver. En hebben ze eigenlijk niet in de gaten dat je hier zit. Nou, hier loop ik door de eetbare loofgang. Met allerlei eetbare plantjes. Hier hebben we bramen. Hier hebben we eetbare frambozen. Het is helemaal opgebouwd van duurzaam hout. Tamme kastanje. Die tamme kastanje die houdt zich heel goed in de grond. Dus die hoef je niet te verven of wat dan ook. En het leuke ervan is, je kan heel veel soorten eetbare planten erop kwijt. En vooral de laatste jaren heb ik veel profijt gehad van de schaduw die het geeft. Op het moment dat je overdag in je tuin onderhoud wil doen. En je gaat onder de loofgang door de tuin in, dan hou je het veel langer vol in die hitte dan dat dit er niet zou zijn geweest. Nou, hier zijn we bij de kruidenspiraal. Alles is losgestapeld van hergebruikte stenen. Overal hebben we verschillende soorten kruiden neergezet. Bovenin is het altijd het droogste. En hier staan dan eigenlijk liefst de planten die goed tegen droogte kunnen en die van goede drainage houden. Dus hoe lager die spiraal aanplant, hoe rijker de grond eigenlijk wordt en hoe vochtiger. Dus daar kun je kruiden op aanpassen. Dit kun je in iedere tuin toepassen, of die nu groot is of klein. Het kan altijd. Je kan hem zelfs nog op je balkon maken als je wil. Nou, hier sta ik bij een van de vele stapelmuren die we maken. Dat is eigenlijk ontstaan doordat we te veel straatwerk tegenkwamen in tuinen. En we willen niks afvoeren. Hier heb je een stuk betonnen vloer. Materiaal wat we niet konden hergebruiken als straatwerk bouwen we dan weer op in de vorm van een muurtje. En dat kan allerlei functies hebben. Het kan grond tegenhouden, maar het kan ook allemaal kieren en gangen maken. Als je hier zo kijkt, dan zie je allemaal holtes en kieren. En als je naar binnen kijkt, zie je ook allemaal gangetjes waar allerlei beesten zich thuis voelen. Ook heel veel soorten planten die vinden het fijn om in die muurtjes te groeien. Vooral omdat het ook planten zijn die vaak arme grond willen. Dus niet te veel bemesting. Grensbuis. En die grensbuis die kun je ook als kijkbuis gebruiken. Dus je kunt een beest inschuilen, maar het is leuk, want je kan aan de andere kant door de muur heen kijken. Het resultaat zoals het nu is, dat is heel mooi zo na 6 jaar. Dat ziet er echt heel goed uit, ja. Als je hier bent, dan voel je eigenlijk weer net als dat het vroeger moet gebeuren.